genodigen, wilt u voor zover mogelijk gaan staan? Burgemeesters Waanders en Gebben, geachte hoogleraren, dames en heren. Gaarne heet ik u van harte welkom in deze openbare zitting van de Senaat van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanmiddag wonen wij de oratie bij van dr. Marijn Monema, benoemd tot hoogleraar in de faculteit der letteren met de leeropdracht Dialectiek van ons regionale ontwikkelingsstreven. En dat vindt plaats op wel een hele bijzondere plek. Deze Martinikerk in Franeker. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1840, dus niemand van ons hier heeft dat ooit eerder meegemaakt. En dat maakt deze oratie extra speciaal. Een oratie is de reden waarmee een nieuwe hoogleraar zijn of haar ambt officieel aanvaardt. Het is de gewoonte dat de oratie wordt voorafgegaan door een korte laudatio, waarin een daartoe uitgenodigde collega van de nieuwe hoogleraar de orator introduceert. Dat wil zeggen, ons iets vertelt over diens leven en loopbaan. Voor de introductie van collega Monema geef ik graag het woord aan dokter Maarten Duivendak. Ook hoogleraar in de faculteit der letteren met de leerstoel Economische, Sociale en Regionale Geschiedenis. En verzoek collega Monema aansluitend zijn oratie te houden. Het is een genoegen om Marijn Monema hier te mogen introduceren als bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek vanwege de stichting Fries Sociaal Planbureau.
Als nieuwe hoogleraar verbindt Marijn Molema het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de Universiteit Groningen met het onderzoek en advieswerk van het Fries Sociaal Planbureau. Over het belang en de consequenties van zo'n verbinding tussen wetenschap en samenleving bestaat uiteraard discussie. Echter, voor Marijn Molema is hoogwaardig historisch onderzoek onlosmakelijk verbonden aan de behoeften van de samenleving, aan de vragen uit de maatschappij. Dit blijkt reeds in de thematiek van zijn proefschrift, dat hij in 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam verdedigde. In het boek Regionale Kracht toont Molema hoe wetenschappers en organisaties betrokken raakten bij het debat over regionale dynamiek in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Hij analyseert de uitwisseling van ideeën over regionaal beleid in dit grensgebied, kort na de Tweede Wereldoorlog. Het gaat daarbij niet om de abstracte economische theorie, nee, maar hoe mensen aan beide zijden van de grens dachten over mogelijkheden voor de zogenaamde achtergebleven gebieden. Hij laat tevens zien hoe kenniscentra betrokken raakten bij deze grensoverschrijdende discussies. Het proefschrift toont nog een andere constante in het werk van Marijn Molema. Dat is zijn fascinatie voor grenzen, zijn belangstelling voor de mogelijkheden die een grens biedt. In diverse projecten droeg hij bij aan een Nederlands-Duitse samenwerking. En van zijn proefschrift verscheen een handelseditie in beide talen. Molema toont de kracht en waarde van onderzoek dat geïnspireerd wordt door maatschappelijke vragen. Dat is een rode draad in zijn loopbaan. Zijn eerste baan was bij de W.R.D. Beckman Stichting. Hij schreef daarmee aan een visie op regionaal economisch beleid. Later was hij werkzaam bij hogescholen en universiteiten te Zwolle, Wageningen, Groningen, Amsterdam en Münster. Hij deed onderzoek naar regionale ontwikkeling en adviseerde ook over de praktijk daarvan. Zijn volgende stap bracht hem naar Friesland, naar de Friese Academie, waar hij onderzoek met overheden, ondernemers en Europese fondsen startte. Dit leidde onder andere tot twee proefschriften en een reeks van regionale en sectoriale vitaliteitsscans. Sinds zomer 2019 is hij programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau. Om de band tussen dit bureau en de universiteit een verdieping te geven, is de leerstoel ingesteld. Het beoogt vanuit de praktijk de wetenschap te voeden, regionale, lange termijn ontwikkelingen te analyseren en de regio met een wetenschappelijk vergelijkende methodiek te onderzoeken, te beschouwen en te adviseren. Marijn Molema toont dat hoogwaardig en vernieuwend onderzoek goed samengaat met een in de samenleving gewortelde onderzoeksvraag. Zijn literatuurlijst over de afgelopen 15 jaar illustreert dat. Met een 40-tal wetenschappelijke artikelen, een 20-tal boeken, bundels beleidsrapporten, plus een fikse serie populariserende bijdragen in het Duits, in het Nederlands en natuurlijk ook in het Engels. Wetenschap op de grens van universiteit en samenleving. Het is Marijn Molema toevertrouwd om de opportunities en kennis daarvan ten volle te benutten. Leden van het College van Bestuur, zeer geachte aanwezigen. Tieren hebben tieren, zo luidt het Fries spreekwoord. Tijden hebben tijden, in letterlijke vertaling. Er spreekt uit dit gezegde een besef dat verschillende perioden elkaar afwisselen in de tijd. Tieren hebben tieren. Het zou de lijfspreuk kunnen zijn van ieder historicus. Immers, door het onderscheiden en het karakteriseren van verschillende tijdperken, ordent een historisch wetenschapper de geschiedenis. Een goede periodisering behoedt ons voor geschiedenis als just one damn thing after another. Een ontmoedigend gevoel dat de Britse historicus Arnold Toynbee reeds weerlegde. De jaren 70 van onze vorige eeuw worden in de geschiedwetenschap voorgesteld als een decennium van overgang tussen twee tijden. In deze voorstelling wordt een tijdperk voor het jaar 1970
en een tijdperk daarna onderscheiden. Voor de jaren 1970 werd Europa gekenmerkt door een tijd van industrialisatie. Voor de jaren 1970 had dit een snelle verstedelijking tot gevolg. En ook de sociale en culturele waardenoriëntaties veranderden mee. En om dit alles in één woord te vangen, spreken historici van een moderniseringsproces. De grote opgaven van die tijd waren een uitvloeisel van de exponentiële bevolkingsgroei. Waar moesten al deze mensen leven? Waar moesten ze wonen? Waar moesten ze van werken? En de politiek van die tijd valt te herleiden op deze kernvragen. De jaren 1970 kunnen als een breukvlak gezien worden. In dit decennium zwakte de industriële boomperiode af. Groeifactoren, zoals het gebruik van Amerikaanse technologie en een grote vraag naar industriële producten, die verloren hun kracht. Externe schokken, zoals mondiale financiële instabiliteit en een gestegen olieprijs, ondermijnden de groeikracht verder. Het beeld van economische vooruitgang, waarop velen rekenden, zeker na de Tweede Wereldoorlog, dat beeld moest vanaf de jaren 1970 bijgesteld worden. Bovendien kelderde vanaf 1965 het geboortecijfer, waardoor de natuurlijke bevolkingsgroei in westerse landen afnam. Hierbovenop kwam het besef dat de modernisering ook een negatieve keerzijde had. In de jaren 1970 brak invloedrijk beleid voor natuur, leefomgeving, lucht en waterkwaliteit door. Alles samengenomen kunnen we van een nieuw tijdperk spreken. Door Duitse historici benoemd als de periode na de boom. De grote opgaven veranderden mee. De hedendaagse kernvraag waar onze alledaagse politiek omheen krioelt, die luidt: hoe behouden we onze welvaart? Hoe kunnen we tegen de achtergrond van dreigende klimaatrampen, mondiale ongelijkheid en globaliseringsrisico's als de coronapandemie de verworvenheden van onze moderne samenleving behouden? Het periodiseren en karakteriseren van tijdperken moet steeds uitgewerkt en aangescherpt worden, al naar gelang het onderwerp van historische studie. Het onderwerp waarop ik mij concentreer is het streven naar regionale ontwikkeling. Dit streven begon in de jaren 1930. En het ontwikkelde zich sterk na de Tweede Wereldoorlog, maar veranderde vanaf de jaren 1970. Deze verandering was zo fundamenteel dat zowel de betekenis van het begrip regio als dat van het denkbeeld ontwikkeling een ingrijpende perspectiefwisseling onderging. In de 19e eeuw werd er snel duidelijk dat industriële ontwikkeling zich niet gelijkmatig over de ruimte voltrekt. Industrie heeft de neiging om samen te klonteren en daarmee de productieve krachten te concentreren in bepaalde delen van een land. Deze mechanismen bestuderend bracht de Zweedse econoom Myrdal ruim 60 jaar geleden tot de theorie van de cumulatieve causatie, waar bedrijven, infrastructuren en sociale netwerken samenkomen. Daar ontstaat een krachtig regionaal productiemilieu. En dit zuigt mensen en middelen uit het omliggende gebied naar zich toe, waardoor het centrum van de bedrijvigheid nog sterker wordt. Neveneffect is wel dat de productieve basis van het omliggende gebied zwakker wordt. De verzwakking in dit gebied kan leiden tot een negatieve spiraal van ontgroening en vergrijzing, een lagere scholingsgraad van de bevolkings, kwaliteitsverlies van de publieke ruimte enzovoort. Het ontstaan van verschillen stond op gespannen voet met het moderniseringsproces. Kwetsbare gebieden die werden een anomalie. Het werden een afwijking op de wet van vooruitgang en voorspoed. En daarom ontstond een regionaal ontwikkelingsstreven. Allereerst in Groot-Brittannië van de jaren 1930. In de jaren 1950 ontstond een soortgelijke regionale politiek in andere Europese landen.
Want waar het normale proces van industriegedreven modernisering stokte, daar moest de overheid maar een handje helpen. Bijvoorbeeld door havens en wegen aan te leggen of door fabrieken met subsidies naar de ontwikkelingsgebieden te lokken. En zo moest de stoot naar ontwikkeling gegeven worden. Zo moest de spanning tussen het moderne ideaalbeeld enerzijds en de achtergebleven regio's anderzijds opgeheven worden. Regio's waren tussen 1930 en 1970 abstracte afbakeningen binnen een grotere nationale ruimte. De afbakeningen volgden vaak bestuurlijke indelingen. En ook werd de hulp van sociale wetenschappers ingeroepen om regionale indelingen op een kwantitatieve manier te legitimeren. Dit was een logisch gevolg van de visie op ontwikkeling die gelijk stond aan industriële ontwikkeling. Voor elke ontwikkelingsregio was deze aanpak hetzelfde. Ik noem de periode tussen circa 1930 en 1970 daarom ook het tijdperk van het homogene regionale ontwikkelingsstreven. Zonder twijfel heeft deze aanpak voor werkgelegenheid en economische groei gezorgd. Het regionale industriebeleid droeg ook bij aan de grote maatschappelijke opgave van die tijd, omdat het werk en woonruimte schiep aan de groeiende bevolking. Tegelijkertijd is het moderne eindbeeld van een gelijkmatig ontwikkelde nationale ruimte nooit verwezenlijkt. Dat komt niet door de manier waarop het beleid is uitgevoerd. De oorzaak ligt in de immanente spanning die in het homogene ontwikkelingsstreven besloten ligt. Het ideaalbeeld van dit streven is van bovenaf opgelegd. Een individu kan zich niet ontwikkelen als het zijn eigen sterktes en zwaktes negeert. En hetzelfde geldt voor een collectief. Een regionale gemeenschap kan zich pas ontwikkelen als het zich bewust is van de eigen mogelijkheden en beperkingen. De betrokkenen die waren destijds blind voor deze spanning. Voor een wisseling van perspectief waren eerst nieuwe ervaringen nodig, die zich met de crisissfeer rondom de arbeidsintensieve industrie in de jaren 1970 aandienden. Gesubsidieerde fabrieken werden in sommige regio's weer gesloten. Het regionale industriebeleid verloor zijn werking. En als reactie op de teleurgestelde verwachtingen kwamen nieuwe ideeën op die vertrokken vanuit de potenties in hun gebied zelf. De endogene ontwikkelingstheorie raakte in zwang. Endogeen, omdat een gebied zich vanuit de eigen krachten zou moeten ontplooien. Na de boom is een tijdperk van het heterogene regionale ontwikkelingsstreven aangebroken. Dit tijdperk, vanaf de jaren 70, bracht meer variatie in ontwikkelingsrichtingen. In de uitwerking van het endogene ontwikkelingsdenken kwam een sterke nadruk te liggen op economische clusters. Dit zijn ruimtelijke, geconcentreerde netwerken van bedrijven en kennisinstellingen die zich vormen rond specifieke economische activiteiten. Naast productieve competitie ontstaat er hierdoor ook samenwerking die vaak door overheden ondersteund wordt. En in clusters is vaak sprake van een verhoogde arbeidsmobiliteit, zodat kennis en kunde circuleert. In de jaren 1980 dienden deze theorieën zich aan als een geschikte opvolger van de regionale industriepolitiek. En onder invloed van de Amerikaanse bedrijfskundige Michael Porter werd het clusterbegrip in de jaren 1990 tot in de jaren 2000 erg populair. Echter, de beleidsinvesteringen kwamen hierdoor vaak terecht op plekken die al relatief goed ontwikkeld waren. Geen wonder dus dat er altijd kritiek op deze veranderingen is geweest. In de laatste jaren zien we daar een opleving van. Recente bijdragen analyseren de regionale verhoudingen in Nederland nog altijd in binaire termen, waarbij er een kloof wordt opgeroepen tussen het centrum en de periferie, of waarin bruisregio's tegenover krimpregio's worden gezet.
Gezien de neoliberale fixatie op clusters in stedelijke gebieden is dat wel begrijpelijk, die kritiek. En hetzelfde geldt voor de oude denkfiguur voor economische en demografische groei als dé manier om regio's te ontwikkelen. En soms krijgt deze oplossing weer de vorm van een superplan dat in één klap alle problemen zou oplossen. En dergelijke probleempercepties en oplossingsrichtingen werpen ons terug in de tijd. Impliciet of expliciet omarmen ze nog steeds de moderne idee fix van een land met een homogeen ontwikkelde ruimte. Hoe kunnen we de problemen en oplossingen van regio's dan wel benaderen? Wanneer boeken we vooruitgang in onze regionale ontwikkelingsstreven? Vooruitgang treedt op als we het nieuwe uitgangspunt van heterogeniteit blijven omarmen, terwijl ook de aandacht van hogere overheden voor regionale kwetsbaarheden geborgd blijft. Deze aandacht is een verworvenheid uit het tijdperk van het homogene ontwikkelingsstreven, dus voor 1970, maar werd weggedrukt door de clusterpolitiek. Gelukkig heeft de Rijksoverheid hernieuwde aandacht voor regionale ontwikkeling door het sluiten van regio-deals met gemeenten, provincies en waterschappen. En de betekenis daarvan wil ik graag illustreren met de casus Noordoost-Friesland. In 1952 werden hier 5 industriekernen aangewezen binnen de grotere regio Oostelijk Friesland. In 1959 bleef alleen Burgum daarvan over, maar Dokkum en Coots-Ter-Tille kwamen nu wel voor steun in aanmerking. Aangewezen als secundaire ontwikkelingskernen konden Burgum, Dokkum en Coots-Ter-Tille tot 1990 van de industriesubsidies profiteren. In het laatste decennium van de 20e eeuw veranderde de regionale politiek. Als uitwerking van het heterogene ontwikkelingsstreven besloten de noordelijke provincies in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken te gaan investeren in clusters. De clusters werden gesitueerd aan de randen van de snelwegen A7 en A32, waardoor Noordoost-Friesland van de steunkaart viel. En Haaien Siebesma, toenmalige burgemeester van Dongeradeel, was daarover zo boos dat hij de hogere overheden ervan betichtte euthanasie op het platteland te plegen. De boosheid in de regio gaf echter ook een impuls aan het regionale ontwikkelingsstreven in het gebied zelf. Gemeenten in het gebied maakten samen regionale plannen en spraken met één mond richting hogere overheden. Dit proces beleefde ondanks zijn voorlopige hoogtepunt in de regio-deal die gemeenten met Rijk en de provincie tot en met 2025 gezamenlijk uitvoeren. En als onderzoeker bij de Friese Academie nog, ben ik dienstbaar geweest bij de inhoudelijke richting van deze regio-deal. Met behulp van beschrijvende statistiek identificeerde ik de bouwnijverheid, metaalindustrie en het agri- en foodcluster als de onderscheidende sectoren van de regio. Interviews, archief en literatuurstudie hielpen ons deze krachten te verbinden met culturele factoren, waaronder een sterke hang naar autonomie, zelfredzaamheid en verbondenheid met het landschap. Deze waarden hebben zich ontwikkeld in een sociale en ruimtelijke structuur van een agrarische samenleving die bepaald werd door rijke boeren op de klei en kleine, maar vrijgevochten boeren en arbeiders op de zandgronden. We hebben deze verhalen op verschillende manieren voor verschillende doelgroepen verteld. En daarmee hebben we kunnen bijdragen aan een zelfbewuste toekomstvisie die inzet op de potenties van het gebied. In Noordoost-Friesland deed ik wat ik in het kader van mijn bijzondere leeropdracht wil voortzetten. Namelijk ondersteuning bieden aan regionale ontwikkelingsplannen die van onderop tot stand komen. Ik doe dat vanuit de overtuiging dat ambtenaren, bestuurders, vertegenwoordigers van bedrijven, politieke partijen en andere beleidsbetrokkenen hulp kunnen gebruiken. Immers, de tijden zijn veranderd
en waar vroeger nog veel voor de regio werd bepaald, daar moeten regionale actoren nu zelf aan de bak. En dat begint al bij het afbakenen van regio's. Tussen het lokale en het provinciale of landsdelige schaalniveau is het niveau van gemeenten een gangbaar onderscheid. Door de recente geschiedenis van bestuurlijke herindelingen kunnen individuele gemeenten in sommige gevallen ook wel als een regio bestudeerd worden. En bovendien werken veel gemeenten samen in allerlei verbanden. Historisch inzicht kan dienstbaar zijn in de zoektocht naar het passende schaalniveau voor samenwerking en visievorming. Overigens moet de onderzoeker daarvoor wel gewapend zijn met de juiste theorie. En met de Duitse geograaf Blotevögel kunnen we 3 typen regio's onderscheiden. De analytische, de door activiteiten bepaalde of de identitaire regio. Het eerste type definieert regio's op basis van vooraf bepaalde analytische criteria. Een voorbeeld zijn de krimpregio's die in 2009 door de Nederlandse overheid werden aangewezen op basis van demografische cijfers en ontwikkelingen en prognoses. Het tweede type definieert regio's op basis van de activiteiten die er plaatsvinden. Bijvoorbeeld economische interactie en of politieke samenwerking. Het derde type gaat uit van de verbondenheid tussen de identiteit van individuen en groepen enerzijds en een specifiek gebied anderzijds. Identiteit is een combinatie van overwegend culturele, sociale en politieke dimensies die bovendien steeds in verandering zijn. De 3 type regio's kunnen naast elkaar bestaan, maar ze kunnen elkaar ook beïnvloeden. Zo kan een regio van het tweede type, waarin bijvoorbeeld langdurig politiek wordt samengewerkt, een positieve invloed hebben op de regiovorming van het derde type, waarin het dus gaat om de ontwikkeling van een regionale identiteit. We zagen dit in Noordoost-Friesland, waar de regiovorming begon als een praktische samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Kolmeland, Koumenexis, Verwerderadeel en Tietjerskadeel. De regio Noordoost-Friesland was dus allereerst een activiteitenregio, het tweede type in Blotevögels benadering. Door het proces dat voorlopig culmineerde in de regiodeel is de identiteit van het gebied versterkt. Politieke samenwerking heeft zodoende een positief effect op de identiteitsvorming van een gebied. Kleur geven aan het regionale eigenen is in het tijdperk van het heterogene ontwikkelingsstreven van groot belang. Zonder gezicht worden regio's niet waargenomen. Ze zullen overgeslagen worden zodra er middelen voor ontwikkeling te verdelen zijn. Wetenschappelijke literatuur spreekt over left behind places en schrijft meer aandacht voor de identiteit van deze gebieden voor. Hier heeft de regionaal-historische benadering van de geschiedenis veel te bieden. Regionale geschiedenis was in de afgelopen decennia bijzonder productief. Mezelf beperkend tot het Nederlandse taalgebied kan ik wijzen op prachtige boeken over provinciale geschiedenis. En bovendien heeft de studie naar regionale identiteitsvorming een krachtige impuls gekregen, ook in theoretische en reflectieve zin. Het elan in die regionale geschiedenis hangt samen met een zekere bevrijding uit de greep van het moderniseringsproces. In dit moderniseringsproces stond de natiestaat centraal en als gevolg daarvan werd moderne geschiedenis geschreven als het evolutionaire verhaal van staats- en natievorming. Regionale geschiedenis was daaraan ondergeschikt. Deze benadering waarin nationale landsgrenzen de historische wetenschap domineren, heeft positieve en negatieve gevolgen gehad voor de regionale geschiedenis. Positief aan deze benadering is de empirische traditie die regionale geschiedenis heeft ontwikkeld
In weinig andere subdisciplines wordt zoveel bronnenonderzoek gedaan. En deze ijver was mede gevolg van het stimulerende idee dat regionaal onderzoek zou helpen om alle puzzelstukjes van Nederland te begrijpen. En daarmee het volledige beeld te scheppen. Negatief echter is dat er voorbijgegaan werd aan de inherente ruimtelijke dimensie die sommige historische processen nu eenmaal hebben. Het proces van industrialisering bijvoorbeeld. Dat begon niet in natiestaten, maar dat begon in regio's. In het laatste kwart van de 20e eeuw kon de geschiedschrijving zich loswurmen uit dat nationale keurslijf. Naast een traditie van global history heeft dit dus ook positief uitgewerkt voor de regionale geschiedenis. Evenwel laten regionale historici zich nauwelijks horen in het regionale ontwikkelingsdebat. Dit debat wordt grotendeels overgelaten aan de geografen, de economen, bestuurskundigen, politicologen en sociologen. Samen treffen zij elkaar in de zogenaamde regional studies. Theoretisch kunnen regionaal historici veel van dit multidisciplinaire veld leren. Toch zijn zij zelf beter in staat om de identiteit van regio's te beschrijven. Want in het historische verhaal wordt identiteit expliciet gemaakt en mede gecreëerd. In dit verhaal ontstaat een beeld waarin de economische structuur, de sociale samenhang, de culturele eigenschappen en de politieke samenwerking van een gebied integraal begrepen wordt. Vanuit deze positie zal mijn daadwerkelijke onderwijs en onderzoek zich vooral richten op Friesland, Groningen en Drenthe. Na de Tweede Wereldoorlog was het homogene ontwikkelingsstreven in deze provincies heel sterk aanwezig. Vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw begon een overgang naar het heterogene ontwikkelingsstreven. En sindsdien manifesteren zich vele vormen van regionaal ontwikkelingsbeleid. Noord-Nederland, in zijn geheel en in zijn regionale delen, heeft daarom veel studiemateriaal te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om verslagen van vergaderingen, om allerhande rapportages en om ervaringen van tijdgenoten die in veel gevallen nog geïnterviewd kunnen worden. In mijn onderzoek hanteer ik 3 eikpunten. Ten eerste hoop ik op basis van dit soort bronnen het vormingsproces van regio's te onderzoeken. Het schaalniveau waarop ontwikkelingsbeleid in de naoorlogse decennia gestalte kreeg, was sterk bepaald door technocratische en uniforme principes van regionale afbakening. Echter, de dynamiek van economische en of politieke samenwerking en processen van regionale identiteitsvorming gaan voorbij aan dergelijke top-down abstracties. Zeker in de laatste decennia is het schaalniveau waarop regionale toekomstvisies gemaakt worden, fluïde geworden. Dit komt doordat de geografische omvang en de inhoudelijke lading die aan regio's wordt toegekend niet langer op centraal niveau wordt voorgeschreven. Regio's ontstaan van onderop, door sociale interactie, door relaties tussen mensen en organisaties. Regiovorming wordt daarmee een proces met zijn eigen historische toevalligheden en contingenties. We kunnen het proces reconstrueren door het complexe samenspel van politieke, economische, sociale en culturele factoren te ontrafelen. En naast historisch-wetenschappelijk inzicht levert dit ook praktische kennis op. Bestuurders, beleidsmakers, vertegenwoordigers van bedrijven, politieke partijen en kennisinstellingen, zij allen spelen een rol in regiovorming. Regionale geschiedenis kan de bewustwording over die rol vergroten en de identiteit van een gebied mede vormgeven. Historisch inzicht kan bovendien handvaten bieden om regionale samenwerking in de toekomst te versterken. Een tweede eikpunt in mijn onderzoek is de dialectische verandering van het begrip ontwikkeling. De verbreding van het ontwikkelingsperspectief is een worsteling.
Dat was het voor degenen die zich met regionale ontwikkeling bezighielden en dat is het nog steeds. Het eendimensionale, economisch-industriële groeiparadigma is in onze vorige eeuw zo sterk ontwikkeld dat het tijd in beslag neemt alvorens ze vervangen is door een breder en meer integraal toekomstbeeld. Maar we zien ook dat het gebeurt. Bijvoorbeeld in de snelle opkomst van het begrip brede welvaart. Brede welvaart verbreedt ons denken over welvaart. Waarbij naast werk en inkomen ook betekenis wordt toegekend aan gezondheid, wonen, ontspanning en sociale samenhang. En met dit bredere palet kunnen de sterktes en zwaktes van een regio veel beter in beeld gebracht worden. Het Fries Sociaal Planbureau liep op het brede welvaartsdenken vooruit door een discussie over de Friese paradox te stimuleren. Waarom zijn Friezen bovengemiddeld gelukkiger, terwijl hun economische startpositie beneden het gemiddelde ligt? Friese paradox. Er zijn werkhypothesen geformuleerd voor het beantwoorden van deze vraag, waarbij een mogelijk verband wordt gezien met bijvoorbeeld de rust en ruimte en het beleven van een eigen taal en cultuur. Het is niet mijn ambitie om deze hypotheses te testen. Ze zijn daarvoor trouwens ook te omvangrijk voor de compacte tijd die mij maar gegeven is. Wel wil ik de verbreding zelf analyseren. Waar, wanneer, door wie en waarom is ontwikkelingsbeleid in Noord-Nederland ruimer van opzet geworden. Ik wil daarmee de dialectiek in ons regionale ontwikkelingsstreven van een historisch verhaal voorzien en tonen. Kijk, beleid wordt steeds meer vanuit een heterogeen ontwikkelingsstreven gemaakt. Het uiteindelijke doel is bijdragen aan regionale ontwikkelagenda's die breder van opzet zijn. Breder, doordat ze naast hardcore economische impulsen ook aandacht hebben voor andere dimensies van onze brede welvaart. Breder, doordat de agenda bottom-up in plaats van top-down tot stand gekomen is. De woorden bottom-up en top-down brengen mij, tot slot, bij de nationale regering en de Europese Unie. We hebben ervaren dat zij onmisbaar blijven. Endogene ontwikkeling betekent niet dat hogere overheden geen verantwoordelijkheid meer hebben voor regionale ontwikkeling. Integendeel, zij zijn een belangrijke factor voor de totstandkoming en uitvoering van regionale toekomstplannen. Regiodeals hebben dit wel geïllustreerd. De wisselwerking tussen initiatieven van onderop en ondersteuning van bovenaf krijgt van geografen al de nodige aandacht. En ik ben benieuwd hoe deze wisselwerking zich in de recente geschiedenis heeft gemanifesteerd. Ook dit derde eikpunt komt voort uit normatieve overtuigingen. Hogere overheden dienen zich te verdiepen in de mogelijkheden, beperkingen en behoeften van regio's. Maar het omgekeerde is ook het geval. Regio's kunnen zich niet terugtrekken in hun eigen activiteiten en hun eigen identiteit. Zij zijn onderdeel van een veelomvattend systeem dat onder druk staat van grote uitdagingen zoals klimaatadaptatie, ongelijkheid en de onbedoelde gevolgen van onze geglobaliseerde wereld. Zelfbewuste regio's beseffen dat zij op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de grote opgave van onze tijd. In mijn reden heb ik twee dialectische momenten in de geschiedenis van ons regionale ontwikkelingsstreven benoemd. Dialectisch in de zin dat het opheffen van spanningen tot een transformatie leidde. Het eerste moment vond, afhankelijk van het Europese land waarop we ons concentreren, plaats tussen circa 1930 en 1950. De spanning tussen het moderniseringsideaal en de regionale werkelijkheid werd opgelost met een homogeen regionaal ontwikkelingsstreven. Dit streven leidde onvermijdelijk tot een nieuw conflict. Ditmaal tussen een van buitenaf opgelegd ontwikkelingsbeeld enerzijds
en het unieke wezen van een regio anderzijds. Het conflict werd vanaf de jaren 1970 opgeheven. Sindsdien leven we in het tijdperk van het heterogene regionale ontwikkelingsstreven. Het is duidelijk dat we niet meer terug kunnen naar een tijd waarin achterstanden met groteske plannen weggewerkt konden worden, zodat alle gebieden in ons land zich naar een uniform ontwikkelingspeil zouden bewegen. In ons heterogene tijdperk kunnen we niet anders dan de regionale diversiteit omarmen. We kunnen niet anders dan het begrip ontwikkeling vanuit het brede welvaartsperspectief begrijpen en nastreven. En in deze dialectiek van ons regionale ontwikkelingsstreven heb ik mijn ambities geschetst. Met mijn leeropdracht zal ik een geschiedbeoefening aanmoedigen die zich engageert met hedendaagse vraagstukken van regionale ontwikkeling. Met mijn onderwijs en onderzoek hoop ik anderen te inspireren om heden, verleden en toekomst van regio's eveneens aan elkaar te verbinden. Ik heb gezegd.